Goedemiddag. Mila Maartens. Hallo Mila, ik ben Elise Hernes. Van harte welkom. Ja, dankjewel. In de plaats. Wat zie je er prachtig uit, Mila. Dankjewel. Ja, geweldig. Welkom bij de intake van de Summer School, Mila. Ja. Waarom zit je hier, denk je? Ja, omdat ik de Angolese groep vertegenwoordig en ik werd daar als screen gekozen. Ja. En ja, ik heb zelfvertrouwen en ik weet dat ik dit aan kan. Heb je al ervaring? Ben je al eerder met dit soort dingen bezig geweest? Nou, niet echt. Ik heb wel modeshows gelopen. Ik was vroeger model. Dus ja. Qua presenteren, dat soort dingen, dat weet ik wel. Maar niet echt als queen of zoiets. En jij zegt vroeger. Wat is vroeger? Lang geleden? 2 jaar terug. 2 jaar geleden. Ja. Oké. En wat zijn jouw kwaliteiten? Waarom denk jij dat jij summer queen kan worden? Nou, ik ben vriendelijk. Ik kan goed met mensen opschieten. Met allerlei mensen. Ik kan goed met iedereen omgaan. En ja, ik kan mezelf goed presenteren. Ja. En wauw. Wat is er allemaal voor nodig, denk je? Om queen van het zomercarnaval te worden? Ja. Ja, je moet uitstraling hebben. Je moet jezelf zijn. En ja. Niet te verlegen? Nee, dat niet. Vriendelijk zijn. Ja. En, ja, ook zelfverzekerd? Ja, dat ook. Klopt. Ja. Ja, wat nog wel. Nog wel een aantal dingen te leren, denk ik. Ja, ja, dat wel. Summer School zal goed voor jou zijn, denk ik. Ja, ik ben heel nieuwsgierig om nieuwe dingen te leren, dus dat komt goed. Dat is goed. Graag leren, daar kom je heel ver mee. Ja. Zeker, Mila. Mila, vertel eens iets over jouw groep. Over mijn groep? Ja. Oké, het is... Nou, het thema is Samba, Mind of Samba. Dat is in het... Portugees, ik vertaal het even in het Nederlands. Ja. Samba, de moeder van samba. Dat komt omdat vroeger, toen er slavernij was, ja, gingen heel veel Angolezen naar, zeg maar, Zuid-Amerika, Brazilië en zo. En daar hadden ze dan die samba, zeg maar, via het samba. Ja. En mijn groep gaat over samba. En ja, het is een Angolese groep. En we laten dan onze cultuur weer terugkomen. Oké. Okay. En hoeveel train je? Hoe vaak ga je dansen? Is dat meerdere malen per week? Met de groep bedoelt u? Met de groep? Nou, het is elke donderdag, maar als die tijd dan komt, zodat we echt... Want er zijn nu, zeg maar, we hebben nu al een groep, maar hoe meer hoe beter. En als er tijd komt dat we nou de show moeten geven, gaan we meerdere dagen oefenen. Dan heb je echt... Oké, dus dan heb je echt een intensief programma. Ja. Ja. En hou je dat goed vol? Ja, heel goed. Ja? Ik vertrouw mijn mede. Ja? Ja. En werk je daarbij of zit je op school? Ja, ik zit op school, maar ik moet in augustus stage lopen. Dus laten we weten. En wat voor stage ga je lopen? In een hotel. In een hotel? Ja. Dus je moet ook heel veel met mensen omgaan? Ja, heel erg. Heel goed. Ja. Mila, wat zou jouw groepsleider over jou zeggen? Dat ik heel vriendelijk ben. Ik ben heel open. En ja, wat nog? En dat je nog iets kan bijleren, denk ik, aan je communicatievaardigheden? Ja, dat volgens mij ook. Daarom gaan we jou aannemen, Mila, op de Summer School. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En succes. Ja, dankjewel.